parlementaire enquête gaswinning, ook wel PGAS genoemd. Iedereen, en dan bedoel ik de inwoners van Groningen, de pers en die hier verder is, bestuurders uiteraard hiervoor, hartelijk welkom hier in Garbenwolde. En ik hoop dat we vanmiddag een plezierige en constructieve middag hebben hier. Het is zo dat ik weinig woorden tot u wil richten, maar ik moet nog gezegd hebben, denk ik, dat dit, en dat geldt voor onze televisiekijkers en ook voor mensen die op de stream zitten, dit is de ene laatste stap die we gaan maken in ons democratisch bestel voordat er een definitief oordeel wordt geveld over hoe we met de PGAS aangaan in KSU Groningen. En die laatste stap zal straks zijn dat het ons parlement in de weer gaat met ons kabinet. Nogmaals, hartelijk welkom hier en ik geef het woord aan Jorg. Oh, is hij die vlak behoorde mij? Jorg, goedemiddag verder en succes erbij. Dank. We wachten nog heel even tot 2 uur voor de live uitzendingen. Welkom allemaal bij deze kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. We beginnen zo met minister-president Rutte. Daarna geeft staatssecretaris Velbrief toelichting op de reactie. En ze zitten aan een tafel omdat de staatssecretaris niet lang kan staan vanwege zijn rug. Na deze 2 bijdragen is er pauze. U kunt dan koffie en thee halen bij de bar en in de tussentijd zal de zaal worden omgebouwd. De bewindspersonen staan dan een 30 minuten pers te woord in de ruimte hiernaast. En na de pauze komen de bewindspersonen weer terug naar deze zaal om met uw bewoners hier in gesprek te gaan over de reactie. En daar zal geen pers bij aanwezig zijn. Minister-president, mag ik u het woord geven? Dames en heren, welkom. Op 22 februari verscheen het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Groningers boven gas. Die presentatie kwam snoerhard binnen. En dat gevoel is niet minder geworden nu we als kabinet het rapport goed hebben kunnen lezen en tot ons laten doordringen. Integendeel. Alleen al de persoonlijke getuigenissen, waar het rapport vol mee staat, snijden je door de ziel. Zoals Suzanne Top, jarenlang betrokken bij het Groningen Gasberaad, het formuleerde, zei zij: ik heb heel veel mensen jaren geleden leren kennen als heel stabiele, nuchtere en redelijke mensen. In de loop van de jaren zag ik ze gewoon verbitterd raken, boos worden, verdrietig, geëmotioneerd. Het werden gewoon andere mensen. Dat zijn rauwe woorden, het zijn harde woorden en het zijn ook rake woorden. En het rapport, dat staat er vol mee. Het zijn ook de woorden en verhalen die ik zelf hoor. Elke keer als ik hier ben. Dus heeft de enquêtecommissie gelijk als zij zegt dat de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen en Noord-Drenthe
decennia lang in de steek zijn gelaten, dat zij te weinig zijn gehoord en dat hun belangen ondergeschikt zijn gemaakt aan een financieel belang van Nederland. Dat is de strekking van het enquêterapport. En die onderschrijven wij vandaag zonder reserve in de kabinetsreactie. De machine van de gaswinning denderde maar door. En daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan. Hier in Groningen. Waar anders? Het enquêterapport is indringend. En de aanbevelingen laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Er is inderdaad sprake van een ereschuld. Daar kunnen en willen we niet omheen. En die schuld, die moet worden ingelost. Het moet anders en het moet beter. En met alleen de mededeling dat we de conclusies en aanbevelingen van het rapport omarmen, wat overigens wel zo is, is niemand hier geholpen. Wat nodig is, zijn concrete acties en verbeteringen in de huidige manier van werken. Daarover hebben we de afgelopen weken intensief gesproken. Met elkaar, maar vooral ook met de mensen die het betreft. Dus met de mensen hier. Met de inwoners en de bestuurders in het gebied zelf. Hans Velbrief voorop, maar ook andere leden van het kabinet, waaronder ik zelf. We hebben dat gesprek gezocht en gevoerd. En dat stopt niet vandaag. Ik hoop heel erg dat hier in het aardbevingsgebied dat ook zo wordt ervaren. Omdat we als kabinet heel goed beseffen dat dit de laatste kans is het goed te doen voor de inwoners van het gaswinningsgebied. Het komt er nu op aan. We staan hier met de pet in de hand. We kunnen al het leed uit het verleden niet wegnemen. We kunnen niet terugdraaien wat sinds het begin van de gaswinning mis is gegaan. Maar we zijn wel vastbesloten het anders te gaan doen. In nauw overleg met de mensen hier. En dat betekent een commitment van jaren. Een aanpak voor een hele generatie. Wat in 60 jaar is misgegaan, is niet met een pennenstreek opgelost. En ook niet met een papieren kabinetsreactie. En nu hoor ik de Groningers, binnen en buiten deze zaal, bijna hardop denken. Daar gaan we weer. Nog meer mooie woorden. Nog meer goede bedoelingen. En ik snap die skepsis. Ik snap het wantrouwen. En ik realiseer me, wij als kabinet realiseren ons, we moeten het niet alleen zeggen, maar vooral laten zien. En dat is precies waar het vandaag over moet gaan. Over het hoe, over het wat en ook over het geld. Het gaat voor alles over schadeherstel en versterking. Dat moet veel sneller, veel minder juridisch en veel minder bureaucratisch. Elke keer als ik hier ben, is dat ook het eerste dat ik hoor. Regel dat. Het gaat over investeren in mentale gezondheid van mensen, in publieke voorzieningen en in de sociale kracht van stad en omland. En het gaat over een sterkere en duurzame economie en werkgelegenheid. Kort gezegd gaat het dus over toekomstperspectief,
voor de mensen die hier wonen. Het perspectief dat er zo lang voor zoveel inwoners niet of onvoldoende is geweest. Dat is de ereschuld die we moeten inlossen. Groningers boven gas. Ik geef nu graag het woord aan Hans Velbrief. Hij zal in meer detail de hoofdlijnen van de kabinetsreactie schetsen. Dankjewel en fijn om hier te zijn. In Garmerwolde. De Groningers hadden altijd gelijk. Die woorden sprak bijna op dezelfde plek hier op die vrijdag 24 februari. Na de presentatie door de heer Van der Lee van het enquêterapport over de gaswinning in Groningen. Het waren toen de woorden die het beste mijn gevoel weergaven. En er paste eigenlijk niets anders dan excuses voor alles wat er mis is gegaan. Zoals ook juist door de minister-president namens het kabinet werden gemaakt. Dames en heren, de gaswinning in Groningen stopt. Gaswinning is de oorzaak van alle ellende die gaat stoppen. Ik hoop dit jaar en anders volgend jaar. Alle mensen die ik de afgelopen maanden sprak zeiden, het rapport is zo belangrijk omdat nu eindelijk ons gelijk en ons leed wordt erkend. En zo is het ook. Het ging gruwelijk mis. Een jongeman van 22 jaar, hij zit daar. Uit Appingedam vertelde me nog 2 weken geleden hoe hij een groot deel van zijn jeugd kwijt is. Maar Groningers zijn ook sterk. Diezelfde jongen heeft een stichting opgericht die opkomt voor de belangen van jongeren. Of een mevrouw uit de Dirk Boerema-straat die dolblij is dat nu de hele straatsloop nieuwbouw krijgt. Ze had er wel jaren voor gevochten, de Renda. Erkenning, daar begint het allemaal mee. De commissie van der Lee schreef een indrukwekkend rapport en ik neem de vrijheid, dat hoort niet voor een bewindspersoon, maar ik ga het toch doen, om te zeggen dat ik ook zijn toelichting in de Tweede Kamer indrukwekkend vond, gepast. En in die Kamer, dames en heren, zitten mensen die al jaren vechten voor Groningen. U kent ze allemaal wel, Beckerman, Nijboer, Mulder en er zijn er meer. En sinds ik ben aangetreden is voor mij een belangrijk doel om niet tegen de Kamer te vechten, maar samen met de Kamer te werken voor uw belang. De gaswinning stopt en er is een erkenning voor uw leed. En u bent sterk. Maar er is meer nodig. We moeten gaan herstellen. En de schade aan uw huizen kunnen en zullen we aanpakken. De schade aan uw levens is moeilijk herstelbaar. En dat spijt me zeer. Ik val meestal stil in gesprekken wanneer mensen dit zeggen. Of vertellen dat ze ziek zijn geworden van stress. Ik schaam me daarover. Op dat moment ben ik namelijk de overheid die het leed heeft veroorzaakt. Meijer de Hamming, de stadsdichter, zegt in zijn prachtige gedicht, wat u kunt aantreffen aan het begin van de kabinetsreactie, hoe spreek je als er niemand lijkt te luisteren? En ik hoop dat mensen voelen dat ik wel wil luisteren. Ik wil ook graag herstellen. Deze kabinetsreactie bevat 27 maatregelen om het schadeherstel en de versterking beter te maken. Sorry, ik heb even. Milder, makkelijker en menselijker. Geen stapeling van onderzoeken meer. Geen onnodige rechtszaken. Geen beslissingen meer die over mensen en hun huis worden genomen, maar met hen samen. Ik haal er een paar uit. Tot een fors bedrag wordt schade voortaan altijd vergoed. De expert kijkt niet meer naar de oorzaak. Het bewijsvermoeden zal in het aardbevingsgebied onverkort worden toegepast. En mensen kunnen vaker kiezen voor een snelle uitkering van een vast bedrag. Ik heb het vaker gezegd, de overheid mag niet tegenover mensen staan. Van wantrouwen naar vertrouwen. Dus geen verschillende behandeling van mensen meer in verschillende delen van hetzelfde dorp. In Drieborg. Geen verschillen meer in één gezin bij vergoeding van immateriële schade. Boeren, MKB'ers en eigenaren van erfgoed gaan we beter helpen bij vaak de complexe situatie waar ze in zitten. Maar ik zeg er eerlijk bij, het zal niet altijd meteen goed gaan. Als ik dat zeg tegen de mensen in Loppersum die op mijn spreekuur komen, kijken ze me begrijpend aan. Groningers zijn niet gek en ook niet gek te maken. Ze begrijpen best dat dingen tijd kosten.
En dat is veel gevraagd, want ze zijn immers zelf jaren van hun leven kwijt. De versterking van Groningse Huis, dames en heren, het aardbevingsbestendig maken, is misschien wel het moeilijkste deel van het herstel. We gaan zoveel mogelijk per gebied versterken, zodat niet de samenhang van de dorpen in Groningen noodloos kapot gaat. We gaan samen met de bestuurders in de gemeente, ik zie daar Annelies Ousmani zitten, en met de NCG de verschillen te lijf die mensen zo dwars zitten. Er komt betere ondersteuning voor mensen voor één punt waar alle instanties te vinden zijn. En de bewonersbegeleiders krijgen meer financiële ruimte om te doen wat nodig is. Dames en heren, dat is het woord voor, zijn de woorden voor vandaag. Doen wat nodig is. Dat is het uitgangspunt. Geen onnodige discussies meer over kosten, want het is de laatste kans om het goed te doen. Als er iets is waar ik zwaar van onder de indruk ben, zijn dat de mensen in de eerste linie. De begeleiders van gemeente, NCG en IMG, maar ook de geestelijke verzorgers in het aardbevingsgebied en de aardbevingscoaches. Ik heb heel veel geleerd van Mario, ik weet niet of ze er is. Van Jody, die is er zeker. Die heb ik gezien namelijk Melanie en Anneke en vele anderen. En van Ina en Henk van Stud en Steun. Groningen is sterk. En we zullen zorgen dat jullie voldoende geld hebben om met jullie werk door te kunnen gaan. De stadsdichter zegt ook, durven we verder te dromen? We moeten ook vernieuwen. We gaan bijvoorbeeld de energievoorziening in de provincie vernieuwen. De energiearmoede moet omlaag. En waar we nog moeten versterken, gaan we die huizen zonder vertraging gelijk aardgasvrij gereed maken. En in de provincie Groningen en een aantal gemeenten in Noord-Drenthe gaan we woningen met slechte energielabels met voorrang isoleren. En de subsidie zal daarbij substantieel hoger zijn dan in de rest van het land. Dat brengt mij bij het laatste deel van mijn verhaal. 60 jaar gaswinning heeft generaties Groningers schade toegebracht. De bestuurders in Groningen, ze zitten daar een aantal, maar ook de commissie van der Lee pleiten daarom voor een langdurige betrokkenheid van Nederland bij Groningen. En dat geven wij vorm in de vorm van de generatieaanpak van 30 jaar voor Groningen en voor een deel van Drenthe. Een aanpak zowel op sociaal als economisch terrein. Maar ook dit gaat over gewone Groningers. Het gaat niet over moeilijke woorden, het gaat niet over bedragen. Het gaat erom wat dit betekent voor de mensen in de zaal in Loppersum of voor de jongeren in Appingedam. In Loppersum zei iemand tegen mij, let vooral op de generatie mensen die eigenlijk niet beter weten dat er altijd aardbevingsellende is. We gaan dus proberen in één generatie bijvoorbeeld de werkgelegenheid en de schooluitval in dit gebied naar het landelijk gemiddelde te brengen. En we doen dat in de sociale agenda. En we laten Groningen niet meer los. In de jaarlijkse staat van Groningen, zoals Van der Lee voorstelde, en die gaat er komen, houden we de voortgang bij. En ieder jaar gaat er een grote som geld naar gemeenten om mensen te helpen. En die sociale agenda maken wij niet, maar die wordt de komende maanden met u samen ingevuld. Dames en heren, geen welvaart zonder banen en geen banen zonder bedrijven. Dus er komt ook een economische agenda. Ook voor 30 jaar. Het Nationaal Programma Groningen, Nieuwe Stijl, zal meer focus krijgen en zal daarbij een grotere rol spelen. We werken samen aan doelen. Doelen bijvoorbeeld op het terrein van duurzame energie en waterstof. Als u denkt, wat zegt mij dat nou? Nou, er kunnen een heleboel banen uit die waterstof komen. Het is ook nog groene energie. Tenminste, 1/3 van de aantallige capaciteit voor wind op zee in Nederland zal aanlanden in Groningen. Andere sterke punten, zoals de gezondheidszorg en duurzame landbouw, worden verder ontwikkeld. En ik zal me er persoonlijk voor inzetten, en die garantie heeft u van mij, dat Groningers niet meer achteraan komen. Dames en heren, vernieuwen. Ik heb al veel te lang gesproken. Maar de overheid moet het in mijn ogen echt anders gaan doen. Meer met mensen praten, meer overleggen. Dat is overigens niet hetzelfde als mensen naar de mond praten. Jan-Wig Bolders van het Gasberaad, u zag hem net, en Koert Vossen van de Bodembeweging kennen me inmiddels. Ik luister heel goed, maar ik doe wel precies wat ik zelf verstandig vind. Het is een kwestie van vaker hier zijn, ook met ambtenaren. Het gaat erom dat wij u serieus nemen en zeggen wat er wel kan en wat er niet kan. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met Shell en Esso over de financiële afwikkeling van de Groningen dossiers. Dan gaat het om de sluiting van het veld, de inzet van de gasopslagen en, niet te vergeten, de betaling van de kosten voor schadeherstel en de versterkingsoperatie. Zoals u weet vind ik dat zij gewoon volledig mee moeten betalen. Ook wordt gesproken over een gebaar van beide bedrijven voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Ik sluit af. Het gaat uiteindelijk om daden. Het gaat uiteindelijk wat te doen aan erkenning, herstel en vernieuwing. En ik zag in heel veel mensen hun ogen een diepe wens dat het beter wordt.
in de prachtige woorden van Myron Hamming, als hopen hunkeren wordt. Het kabinet hoopt dat deze reactie een nieuw begin is op weg naar beter. Ik dank u voor uw aandacht. Dank voor jullie aandacht. Bij de bar vinden jullie behalve koffie en thee printjes van het persbericht. Een gedicht van het, dat zojuist ook is aangehaald door de staatssecretaris van stadsdichter van de stad Groningen Hamming. En een brief van de staatssecretaris gericht aan de Groningers die vanochtend ook in het Dagblad van het Noorden stond. Over ruim een half uur komen we hier weer terug. De winstpersoon om met u in gesprek te gaan. Dus tot zo.